Het is vrijdag 6:10 en kijk eens wie er nog zitten. De ambassadeurs. Dankjewel Menno. Fanatiek of niet jullie? Ik wil heel graag weten, dan mag je je kapje heel eventjes afdoen. Op welk vlak ben jij ambassadeur? Ik ga meestal naar universiteiten. Ook om studenten te interesseren of ASML te ronselen. Ja? En ik doe hier op het Experience Center, geef ik rondleiding aan allerlei groepen. Maar jullie zijn echt, wat je zegt, ronselen. Dus je wil ze gewoon hier naartoe trekken. Nou ja, het is een heel interessant bedrijf. En heel veel studenten die kennen het wel van naam. En het is iets met chips en zo. En het heeft wel een bepaalde aantrekkingskracht. Maar ze weten ook niet precies wat we doen. Nou goed, ik werk hier al heel lang. En ik leg dat graag uit. Ik praat graag over ASML. Dus, ja, trots dus. Jazeker. Ja, ik werk hier ook al behoorlijk lang. En vanaf het eerste uur ook ambassadeur. Gewoon omdat ik trots ben op het bedrijf. Onder andere Burendag vind ik erg belangrijk. Ja, die hebben we niet dit jaar. Nou moet je het met ons doen, hè? Helaas, ja. Ja, Burendag, om de buren te informeren. Hè. Wat gebeurt er nou in dit bedrijf? Maar ook inderdaad studenten en rondleidingen geven. Ja, dat is gewoon heel erg leuk om te doen. Wat is nou het allerleukste wat je ooit als ambassadeur hebt meegemaakt? Jullie die hier zijn? Ja, goed antwoord. Nee, maar vertel eens, heb je een ander idee nog? Meestal kinderen die hier komen met alle enthousiasten. Ja. En dan snappen hoe de techniek in elkaar zit. Dit is het allerleukste. Blije kinderkopjes. Ja, absoluut, ja, zeker. Het allerleukste vond ik op Burendag. Was een oudere mevrouw en die zei van, ach, leg mij maar niet uit wat jullie hier doen. Dat snap ik nooit. En het is toch gelukt en ze ging helemaal trots en blij weg. En dat was echt heel erg leuk.